Dit is Flevoland van zondag 19 mei. Zo'n 30 kinderen hebben vanmiddag de eerste betonnen heipalen beschilderd die morgen de grond ingaan voor de bouw van een nieuwe kerk in de Almeerse Muziekwijk. Het gebedshuis is van de katholieke Sint Bonifatius parochie en zal ruimte bieden aan 350 gelovigen. Ik ben aan het schilderen. En wat heb jij geschilderd? Een regenboog en nu maak ik een takje met allemaal bloemetjes. Ik ben een bloementak aan het schilderen. Hoe oud ben je? 16. Jij bent geen kind meer. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te schilderen. We vonden het leuk om hun erbij te betrekken. Een kerk bouwen, zeker in deze tijd, is niet meer zo vanzelfsprekend. En we zijn een gemeenschap, zoals u ziet, met heel veel kinderen. Dus we vonden het wel, leek ons wel leuk om hun erbij te betrekken. In tegenstelling tot de landelijke tendens groeit het aantal katholieke kerkgangers in Almere. De belangrijkste aanwas komt van allochtone Nederlanders. Wat je in Almere ziet, is dat natuurlijk hier is zo'n grote toestroom, ook van mensen van buiten Nederland, maar wel met katholiek geloof, die ook erg aan de kerk vasthouden. En die vormen een groot deel van onze parochiegemeenschap inmiddels. Dus zodoende loont het voor ons echt de moeite om te investeren in een nieuw gebouw. Al 14 jaar wordt er gewerkt aan de plannen voor de nieuwe kerk. Eerder was er verzet vanuit de buurt, daardoor moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Ook duurde het lang om de financiën rond te krijgen. Momenteel houdt de Sint Bonifatius parochie de kerkdienst onder meer in het kerkcentrum De Lichtboog in Almere stad. Waarom een nieuwe kerk? Nou, omdat onze huidige kerk is eigenlijk één kant ook te klein. En anderzijds wilden we ook graag een eigen katholieke kerk. Onze parochiegemeenschap heeft behoefte aan een echte een gebouw wat ze ook als zodanig herkennen. In totaal kost de nieuwe kerk zo'n 3,5 miljoen euro. Het gebouw moet in mei volgend jaar klaar zijn. En de winnaar van de publieksprijs, Lil MG! De Almeerse rapper Lil MG heeft gisteravond de publieksprijs gewonnen bij de Grote Prijs van Nederland in de categorie hiphop. Hij kreeg veruit de meeste stemmen. Ook de jury noemde de opkomende rapper uit Almere een groot talent. Hoe voelt het? Ja, heel geweldig. Is mijn eerste prijs in heel veel jaren dat ik heb meegedaan aan wedstrijden lokaal. En dit is wel de grootste, moet ik zeggen. Het is niet zomaar een prijs. Want het publiek heeft moeten stemmen. Hoe heb je iedereen zover gekregen? Nou, ik heb best veel fans en zo die mij altijd supporten in wat ik doe. En hoe ik ze zo ver heb gekregen, ik denk gewoon met de muziek die ik in de loop der jaren heb uitgebracht. En zo wek je gewoon vertrouwen bij iedereen die erin gelooft en het wel voor je over heeft om je te steunen. De Almeerder is bij fans bekend van nummers als Goals, Ineens en 036. Met deze handeling werd het nieuwe pand in Emmeloord van stichting Samen zijn we er voor elkaar officieel geopend. De stichting helpt mensen die niet naar de voedselbank kunnen, maar zelf ook niet genoeg geld hebben voor eten. Wij helpen dan de mensen die tussen wal en schip vallen. Die kunnen dan iedere dag van 's morgens kunnen we kratjes maken. Daar hebben we grote sponsor voor. De ene keer kan je 10 gezinnen oproepen voor een gevuld kratje. En de andere keer kan je er maar 3 oproepen. En 's avonds hebben we van 7 tot 8 hebben we van de warme bakkers allemaal warme broodjes. Dus wat overblijft van de dag, dat mogen wij 's avonds hier uitdelen. De stichting werkte hiervoor vanuit een woonhuis. Maar dat mocht van de woningbouwvereniging niet. Ze dreigden dus zelf tussen wal en schip te vallen. Ik had heel veel huilende cliënten. Die hadden echt zoiets van, ja, wat gebeurt er? Als de stichting geen ruimte vindt, dan raken we je kwijt en noem maar op. Maar ja, toen kwam een gegeven moment deelwerk eigenlijk om de hoek. En die bood ons deze locatie aan. Ja, waar we eigenlijk super blij mee zijn. En ja, ze zijn ook heel vriendelijk, heel behulpzaam. En ja, beter kunnen we eigenlijk niet wensen. In de loods aan de randweg wordt al het voedsel verzameld en overgepakt in dozen. Die kunnen ze dan weer uitdelen aan de cliënten. In de ruimte hiernaast, daar worden alle groentes en fruit uitgezocht die wij donderdag op de markt halen. De mensen betalen 2 euro voor groente en fruit. Maar ja, je hebt A-klasse, je hebt B-klasse, maar het moet wel netjes uitgezocht worden. Dan wordt het in kratten gedaan en dan kunnen de mensen 's avonds met hun eigen tas hun groente en fruit ophalen. En brood en wat ze nodig hebben op dat moment. Ik begin het schot met het pakken van een pijl. Deze leg ik onder de klikker en lok ik aan de pees. Dan haal ik een keer adem om tot rust te komen. Ik hef de boog en ik kijk naar het doel. En terwijl ik de boog uittrek en anker, richt ik met het vizier op het doel. En zodra mijn klikker afgaat, laat ik de pees los.
Esther Dede uit Almere is dit jaar niet geselecteerd voor het WK handboogschieten in de Olympische recurve-klasse. Dede zegt last te hebben van faalangsten en dat ze daarom op dit moment niet scherp genoeg kan schieten. Ik heb dit jaar heel veel last gehad van target panic. En dat is een soort van faalangst. Dus dan komt op het cruciale moment komen er verkeerde gedachten door je hoofd. En dan gaat het niet de goede kant op. Dus de kunst is inderdaad om je aandacht alleen bij het proces te houden. En niet bij het resultaat of bij je tegenstander of bij wat er fout kan gaan. Ja, maar wat is het dan? Wat gaat er dan door je hoofd heen als je die faalangst hebt? Wat is dat? Het is heel lastig uit te leggen. Ook voor mij heel moeilijk om aan mijn coach of aan mijn medesporters uit te leggen. Maar op het moment dat ik anker. En het duurt te lang, dus het komt buiten mijn gebruikelijke routine. Dan komt er een moment in mijn hoofd dat ik dan denk van, oh nou, weet je, het gaat niet goed of kan het niet of laat ik hem maar los. In plaats van dat ik het schot gewoon afmaak zoals het hoort. De schutter werkt op dit moment met een mental coach aan het probleem en blijft haar pijlen zo richten op de Olympische Spelen van volgend jaar. Dede hoopt zo in de periode richting het evenement in Tokio sterk terug te kunnen komen. En dan wel worden opgenomen in Oranje. Maar nu dus geen WK van 10 tot en met 16 juni in eigen land in Den Bosch. Nee, dit keer is het dubbeltje de andere kant opgevallen. Ja. Ik heb 4 jaar heb ik mee mogen doen en heb ik goed gepresteerd. Ja. Voor mijn doen. Alleen dit jaar heb ik gewoon de selectieprocedure niet goed geschoten. Ja. En iemand anders was beter. Ja, hoe frustrerend is het? Ja, dat is niet leuk. Nee. Maar het geeft me wel de ruimte om nu de komende maanden gewoon de tijd te nemen om mentaal beter te worden en om ook technisch sterker te worden. Dus het geeft ook alweer wat ruimte om weer te groeien en weer met plezier en rustig aan te gaan trainen. En ja, het geeft ook alweer wat ruimte. Dit zijn beelden uit 2011. Toen werd in stadsdeel Almere Haven voor de laatste keer de hele triathlon gehouden. De Holland Triathlon. Tegenwoordig is dat de Challenge Almere Amsterdam en wordt het evenement in stad gehouden. In 2011 won deze Dirk Wijnaldum uit Utrecht de hele afstand. Dit weekend was je even terug in Haven, waar het toen succesvol was. Ja, ik ben hier regelmatig gestart op de lange afstand, ja. Klopt, ik vind het leuk hoor hier. Ik vind het altijd gezellig. Mooi plekje, leuke route. Wijnaldum, hier als laatste loper in dit groepje, kwam dit weekend in actie tijdens het NK Duathlon in Haven. De hele triathlon is alweer even weg uit Haven, maar Wijnaldum vindt dat je de triathlonsfeer van vroeger nog altijd proeft in Haven. Ja, absoluut. Ik vind het een plek met veel triathlonhistorie. Dus ik denk ook dat het hier, er is meer, iets meer omheen. Hè? Dus het is een leukere plek om te finishen en te starten sowieso. Ja. Wat merk je van die sfeer? Het is iets drukker volgens mij. Meer mensen. Een bekend parcours vind ik ook fijn. Aan de andere kant is het natuurlijk iets leger, iets minder bebouwing, minder mensen. De hele afstand van de triathlon wordt tegenwoordig dus gehouden in Almere stad. En Wijnaldum gebruikte dit weekend als voorbereiding op de wedstrijd van september, want hij is er gewoon weer bij. Ik vind het een van de gezelligste wedstrijden van Nederland. Ik vind het ook qua loopparcours, de rondjes met heel veel publiek, vind ik hartstikke leuk om te doen. Dat vind ik fijner dan de grote rondes die we vroeger wel hadden. De Challenge Almere Amsterdam wordt gehouden op zaterdag 14 september. Ruim 1200 survival runners stonden vandaag aan de start van de 6e editie van de Dronter Landrun. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. De organisatie is tevreden, want veel groter moet het evenement niet worden. Dronter is natuurlijk een vrij kleine dorpskern en je moet niet groter willen worden dan dat. Dat kunnen we ook niet bemensen, dus 1200 is echt de max voor ons. En dat houdt het ook net gezellig. Is dit nou vooral voor de toppers of is dit vooral voor de recreanten? We hebben een combinatie gemaakt van beide. Dus je hebt echt voor het NK, zeg maar, het Nederlands kampioenschap zijn we nu bezig. Maar ook de recreatieve lopen komt aan zijn trekken, want we variëren gewoon per hindernis. Survival run is een combinatie van hardlopen en het afleggen van diverse hindernissen. Ze moesten de lopers klimmen, kruipen en hout hakken. Ook moesten ze bij fietsbrug De Knip via touwen en boomstammen het water oversteken. En dat bleek best pittig. Zie je het nog een beetje zitten? Jawel, maar het is wel warm. En zwaar? En zwaar, ja. Ja. Maar nu een beetje verkoeling. Ja, ik hoop niet dat ik in het water val. Ziet het nog een beetje zitten? Helemaal. Groetjes uit Eelde. Hou je het nog een beetje vol? Ja, zeker. En je lag net half in het water. Ja, gleed een beetje uit, maar het gaat goed. Ja, wat maakt het nou zo mooi? Mooie omgeving. Lekker veel in het water, lekker weer.
Dankjewel. De start en finish van het evenement was bij de korfbalvelden van ASVD. Ben je tevreden met je tijd? Nee, zeker niet. Nee, dit was meer niet mijn dag vandaag. Zwaar, hè? Ja, zeker. Wat was nou het lastigste? Die combi's. Oh, die combi-hindernissen. In de toekomst hoopt de organisatie op nog meer samenwerking met andere sportclubs in Dronten. We werken natuurlijk met een aantal samen, hè? Korfballen, de Duikers, EHBO. Maar nog bredere samenwerking zou fantastisch zijn. Dan kunnen we deze run nog iets meer aankleden. De spin-off hiervan kan natuurlijk zijn. Vorig jaar hadden we wat meer met de korfbal. Maar de spin-off bijvoorbeeld met een voetbalvereniging of met een handbalvereniging. Dat geeft uiteindelijk toch weer wat meer elan aan beide kanten van de verenigingen. Dus dat is nog een wens. Bij de Nobelrun in Almere ging vandaag een record aantal deelnemers van start. Hardlopers konden kiezen voor een afstand van 1, 5 of 10 kilometer en voor de halve marathon. De belangstelling voor deze tweede editie was groot. Waar wij dit jaar waren we al 3 weken voor aanvang compleet uitverkocht. 700 deelnemers dit jaar. Dat is inderdaad de verdubbeling ten opzichte van 2018. En ik denk dat de kracht van de Nobelrun zit hem echt in een hele mooie samenwerking die wij hebben met onze sponsors, onze partners. En de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die deze run mogelijk maken. Vlak naast het parcours was een voedingsmarkt georganiseerd, omdat de Nobelrun volgens de organisatie meer is dan alleen een hardloopwedstrijd. En voor de kinderen was er een kidsrun. Dat ging best wel goed. Was je niet moe? Nou ja, ik ben wel moe en dan krijg ik wel pijn aan mijn longen en dan ga ik heel snel ademen. Dus ja, ik was wel een beetje moe, ja. Nou, je gaat vast wel nog wel een keer meedoen, denk ik. Ja, vorig jaar deed ik ook al mee, dus volgend jaar denk ik wel weer. Ook de serieuze hardloper was tevreden over de opzet van het evenement. Nou, ik woon hier in de buurt, in Almere buiten. En ik vind hardlopen heel erg leuk. Dan dacht ik, nou, een wedstrijd lekker dichtbij. Gaan we kijken hoe het hier is om te lopen. En wat vind je van de sfeer van dit evenement? Want het is in 1 jaar tijd al verdubbeld qua aantal deelnemers, hè? Nou, ik vind het heel erg leuk. Gezellig hier. Een leuk parcours. Dus prima, gewoon zo doorgaan zou ik zeggen.